Hoi, welkom bij een nieuwe video. Wij zijn in de auto onderweg naar België. Woe! En als Nederland te klein voor je is, hè? Anyway, we zijn onderweg naar België, want daar heb ik een event. Shoot, demon. As you can see, I'm dressed black, all the way black. En dit wordt een vloggie, dus alles van die event wordt gefilmd door deze mevrouw Iana. Je ziet haar niet, maar je ziet haar haren, ja. Ja, als ik niet bezig ben, film zij en anders film ik. Nou, superleuk. Hier ben ik aan het wachten tot ik die make-up in mag. Of ik moet ik raar doen. Nou, hier ben ik aan de beurt voor de make-up. Dus, misschien heb je een idee, alleen je hoofd. Ja, ik heb wel een idee in mijn hoofd. Ja. Nou, sowieso mijn vlekjes, dat mag, want anders zie je dat heel goed. Want ik zag het op mijn volgershoot heel goed, dan dacht ik al, nee, dat is niet mooi. Mijn wenkbrauwen wil ik zeg maar dat je die cuts beter ziet. Dus ja, okay. Die, ja, zeker. Ja. Dat. Ja. En ik denk dat ik mijn ogen wat donkerder, sowieso aan de onderkant donkerder wil. Nou, hier begint ze met de make-up bij mij. Volgens mij was het eerst even foundation. Ja, nou, vlekken weghalen, wat ik zei. Ik was op zich, ja, hier mijn lippen. Oh, ik was echt bang. Heel eerlijk, ik was oprecht echt bang dat het heel lelijk zou worden. Omdat ik mijn lippen, ik ben niet zo van de make-up, maar she did a good ass job. Look at that. Like, soon you will get the end result. Here's the end result. She did a good ass job. Like, my cuts are clear. My lips are not that red. Like, it's like, it is like bordeaux road. So I was happy. Here I was, by the way, waiting for when I got the shoot. But ja, deze look was perfect. Ik moest mijn bril af. Hier heb ik hem nog op. Hier doe ik kapot draaien. Wie ruikt er aan een bloem die niet echt is? Whatever. Hier begint mijn shoot. Ik moest mijn bril afdoen, want anders met de flits weerkaatst die. Dus de bril is af. Volgens mij had ik hem hier nog op, maar ik doe hem zo af. Ik was hem vergeten. Hij moest even kijken welke stand die moest zijn. Deze fotograaf was trouwens fucking chill. In mijn if you go to my Instagram, you can see me. I tagged him in there. He was the chillest fucking photograph I ever had. Like, nah, I ever had. Hij was gewoon chill. Ik had gewoon goede vibe met hem. He got excited, you know, and I like people that get excited. Anyways, nou, hier heb ik gewoon een paar shoots gedaan. Met bloem, tegen de kast aan. Ik had ook met de kandelaar. Next to the grave will be here soon. There you go. Next to the grave. Ja, deze heeft iemand anders geshoot though. But because he needed to go eat some food. But daar kwamen ook wel een paar mooie uit die wat ik gezien heb. Vanuit de camera. Ja, dit is eigenlijk mijn event, weet je. Mijn fotoshoot event. Ik zal even een resultje, een fotootje neerplaatsen. Nou, kijk eens. Wat een mooie foto. Ik heb wel wat langer, hè? Nou, we zijn weer thuis. Zoals je ziet, gezicht schoongemaakt, crème erop gedaan. Ja, we zijn weer thuis. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Don't forget to like and subscribe. You know the deal. And as y'all know, I always say, don't forget to love yourself and focus on your goals. Peace. I'm out.